3, 4 en 5 december komt Donna Juanita. En dit is een hele bijzondere Peruviaanse vrouw. En zoals velen weten, ik ga heel veel op reis naar Peru. En we brengen natuurlijk het mooiste van het mooiste naar hier. En deze vrouw is echt een parel uit het Amazonewoud. Zij is een genezeres van generatie op generatie aangeleerd door de grootmoeders. En ze gaat 3 dagen hier aanwezig zijn. De eerste dag, de maandag, kun je je inschrijven voor een individuele healing sessie. Daarbij gaat ze kijken in jouw energetisch lichaam en gaat ze vanaf jouw geboorte beginnen op te ruimen. Heel veel mensen hebben problemen die te wijten zijn aan de moederschoot. En zij is gespecialiseerd om dit werk te doen en om alles op te kuisen en te reinigen. Dus de eerste dag individuele healing sessie, de tweede dag gaat ze een ceremonie houden en het is een astrale reis. De Shipibo's geloven erin dat als jouw astrale lichaam vuil begint te worden, dat wij daar effecten van ondervinden in ons fysieke lichaam en ook persoonlijk karaktergewijs. En zij is ook gespecialiseerd om terug die reiniging te gaan doen. En dit is een groep van maximaal 17 mensen die zich kunnen inschrijven voor deze heel speciale workshop. En hierbij zal ze non-permanente gebeden op jouw lichaam gaan tatoeëren en gaan we ook de Icaros, de heilige liederen, gaan zingen samen met haar. Dit om het astrale lichaam te zuiveren. De derde dag is een dag om de vrouwelijke energieën te gaan herstellen. En vrouwelijke energieën zijn zowel aanwezig bij mannen en vrouwen. Dus het heet wel de Sacred Circle of Women, maar deze cirkel is toegankelijk voor mannen en voor vrouwen. En hierbij gaan we, zoals ik al zei, het vrouwelijke gaan herstellen. En hierbij gaan we ook terug met schilderingen gaan werken, met muziek gaan werken, met de heilige liederen gaan werken en ook met de dans, een hele speciale dans die ze ook ons zal aanleren, om zo ons innerlijke, ons persoonlijke, om dit ook in balans te brengen. Want een van de belangrijke oorzaken van onevenwicht in het seksuele heeft te maken met die vrouwelijke onbalans. Dus eens dat we onze vrouwelijke energie samen kunnen brengen met die mannelijke energie, dan gaat onze kundalini terug gaan hersteld worden. Dit is de derde dag. Daarvoor zijn er ook nog een aantal plaatsen vrij. Wees welkom. Oha.